Mijn naam is Gerben Schonema. Ik ben de chief engineer van ons team. Dat houdt in dat mijn taak is dat alle verschillende onderdelen van de boot die ontworpen worden, door mij gecombineerd worden tot één totaal ontwerp, tot één boot eigenlijk. We streven dit jaar naar een totaal gewicht van de boot van zo'n 100 kilo. Zometeen gaan de chiefs van de verschillende subafdelingen van ons team uitleggen hoe die ontwerpen gemaakt zijn. Maar ik zal eerst even uitleggen waar ons ontwerp nou eigenlijk op gestoeld is. Dat is op drie pijlers. De eerste daarvan is efficiëntie. We krijgen een beperkte hoeveelheid energie binnen en die moeten we zo efficiënt mogelijk gebruiken. De tweede is lichtgewicht. Hoe lichter onze boot is, hoe harder we kunnen en hoe beter het dus is. Maar de derde is ook heel belangrijk, dat is betrouwbaarheid. Als we eigenlijk een boot hebben die niet betrouwbaar is, kan die nog zo snel zijn, maar als we halverwege de race stil komen te liggen, dan hebben we er alsnog niks aan. Dus daarom hebben we efficiëntie, lichtgewicht en betrouwbaar als onze belangrijkste ontwerppijlers. De boot is dit jaar zo snel, omdat we ervoor hebben gekozen de weerstand onder water zo klein mogelijk te maken. En dat kunnen we doen door de romp uit het water te tillen, want die heeft heel veel weerstand. En de romp tillen we uit het water met draagvleugels. En hoe minder draagvleugels we hebben, hoe minder weerstand er dus onder water is. Dus we hebben gekozen voor het minimale aantal draagvleugels, dat zijn er twee. En we hebben de oppervlakte van de vleugels geoptimaliseerd. Daardoor hebben we net zoveel weerstand als een hand die door het water gaat. En met die weerstand kunnen we 40 tot 45 km per uur topsnelheid halen. Die twee draagvleugels, die moeten natuurlijk nog wel de boot kunnen stabiliseren. Dus om ervoor te zorgen dat de boot niet omvalt, hebben we ervoor gekozen het roer aan de voorkant van de boot te zetten. Op die manier kunnen we net als bij een fiets de boot overeind houden. En door te sturen naar de kant waarop we vallen, zorgen we ervoor dat de vleugels steeds onder het zwaartepunt van de boot komen en op die manier blijven we overeind. Dit jaar hebben we, om de boot in de lengterichting stabiel te houden, een speciaal hoogteregelsysteem ontwikkeld. Hoogtesensoren en versnellingsmeters meten de hoogte van de boot en de versnelling en passen aan de hand daarvan de invalshoek van de voorvleugel aan. Zo zal de boot altijd op de gewenste hoogte varen. De boot is dit jaar zo snel omdat we gebruik maken van zonnecellen die gemaakt zijn van silicium. Silicium is in de laatste tijd zo vooruit gegaan dat we dit jaar voor een siliciumdek kunnen kiezen. Die siliciumcellen die moeten op een bepaalde manier belast worden zodat we het maximale vermogen eruit kunnen halen. Dat doen de maximum powerpoint trackers. Die siliciumcellen die hebben een bepaalde verhouding tussen de spanning en de stroom. En door de weerstand aan te passen kunnen wij het maximale vermogen halen uit die zonnecellen. We hebben dit jaar kunnen we voor 10 maximum powerpoint trackers gaan, waardoor we het dek efficiënter kunnen benutten, waar we vorig jaar voor 5 zijn gegaan. Terwijl we ook nog het totale gewicht van de maximum powerpoint trackers naar beneden hebben gebracht. De maximum powerpoint trackers worden gebruikt om de accu op te laden. Deze accucellen bestaan in tegenstelling tot de vorige boot uit lithium polymeercellen. De accu van de vorige boot bestond uit lithium-ion accucellen. Lithium-polymeercellen hebben als voordeel dat ze veel sneller kunnen worden ontladen, waardoor ze veel minder elektrische verliezen geven dan lithium-ion. We hebben naast gewoon een accu en de zonnecellen hebben we ook dit jaar een heel data-acquisitiesysteem. Het data-acquisitiesysteem stelt ons in staat om eigenlijk elke parameter binnen de boot helemaal uit te lezen, zowel vanuit de boot als vanaf de kant. En daarop kunnen we onze strategie vervolgens baseren. Wat de boot zo snel maakt, is dat we dit jaar heel erg hebben gefocust op het licht ontwerpen van de boot. Wat je vaak ziet bij zonneboten is dat de romp bestaat uit een hele smalle kano die onder water ligt, met daaraan vast breed uitwaaiende zijkanten en die zijn eigenlijk bedoeld om de boot stabiliteit te geven en om het zonnedek te ondersteunen. En wat wij hebben gedaan om gewicht te besparen is die zijkanten eraf gehaald. En wat je dan overhoudt is eigenlijk een soort smalle bakvormige romp. Om toch die stabiliteit te behalen heeft hij wel iets breder moeten worden. En dat is in principe niet gunstig voor de hydrodynamica, dus dat levert extra weerstand op. Maar omdat wij dit jaar deze boot echt ontworpen hebben om te varen op vleugels, weegt dat gewichtsbesparing weegt op tegen dat verlies erin. En we hebben daarin geprobeerd om dat toch nog zo goed mogelijk te maken. Naast dat wij heel erg naar de vorm hebben gekeken om ons ontwerp zo licht mogelijk te maken, hebben wij ook heel erg gekeken naar de constructie. Hoe gaan we maken wij de constructie heel erg licht, maar tegelijkertijd toch nog sterk genoeg dat het tijdens het gebruik niet kapot zal gaan. Waar wij gebruik van maken is een sandwichstructuur. Dat houdt in dat wij carbon fiber prepack, dat is, zijn koolstofvezel matten, waardoor de fabrikant er hard ingespoten is, waardoor het heel erg sterk is en toch ook heel erg licht. Gaan wij combineren met Nomex. Dat is een honoraatstructuur van aramidepulp en epoxy. Deze sandwichstructuur is ontzettend licht, maar tegelijkertijd ook heel erg sterk. En daardoor hebben wij dus een constructie kunnen ontwerpen die aan onze eisen voldoet. Een lichtgewicht ontwerp die toch niet kapot zou gaan tijdens het gebruik.